ben ik op de Steenstraat. Zuid-Amerika. Het is Pride, man, ik ben toch? Hetero. En net als 90% van Nederland ben ik hetero. En joh, is de pedolitie of extreem links of een burgemeester daar een probleem mee heeft, kan je niet scoren. Vertel die sukkels om terug te kruipen in de balzak van hun vaders. Van een heteroseksuele creepy pervy vaders. Toch, put your money where your mouth is. Yo, ik ben geen vieze Rick, maar ik ben wel hetero. Hetero. Dus mami, wayo, 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 wayo. Ik ben hetero, hetero. Zonder hetero's, geen homo's. You know me, doe mij maar een osso. Rustig, hippie, die geld in mijn zak. Wijf op het strand, compleet menu. 7,50 euro in het restaurant. Geen toeristen zien, zien, zien. Wayo, wayo. Ik ben hetero, hetero. Ja, Pride, man. Ik zou niet zo op die LHB-video gegooid willen worden. En dan ook nog eens gebruikt worden van hetero, die hetero. Dit is mijn coming out. Wayo, wayo, Pride. Ik ben hetero, hetero. Dus bij deze. Wayo, wayo. Ik ben hetero. Ja, maar ga dan eens wat doen aan al die aanrandingen op het politiebureau. Agenten die vrouwelijke agenten aanranden. Over straatintimidatie gesproken. En de pedofilie en aanrandingen binnen partijen als D66, GroenLinks, PvdA. Rot op met jullie agenda, man. Ga lekker naar Epstein Island. Jullie zijn niet welkom hier, pedo's. Zet een K achter politie en je hebt politiek. Hebben jullie die Joris Demmink al aangehouden? Oh nee, natuurlijk niet. Ik ben normaal, gezond en ik kom in verzet. Daarom aan alle hetero's, als je een leuke jongen of meisje ziet, maak contact. Geef elkaar een compliment, geef elkaar een knuffel, een kus, je weet toch? Zoek elkaar op. Fuck de tuig en hun opdrachtgevers, de globalisten, de technocraten. Arnhem is geen PvdA-stad. En we wisten al lang dat deze man geradicaliseerd was, heeft hij zelf ooit toegegeven. Hij is een uitvoerder en iedereen weet dat. Oh, moet ik nu de dodenherdenking schofferen door het over Oekraïne te hebben? Oké, dan doe ik dat. In een stad als Arnhem nog wel. Moet ik experimentele prikjes voor kinderen promoten? Oké, dan doe ik dat. Moet ik de discriminatiepas verheerlijken? Oké, dan doe ik dat. Moet ik een rondje met demissionaire CDA'er Vert Grapperhaus door Prezenkaaf fietsen? Oké, dan doe ik dat. Vert Grapperhaus, een van de grootste vijanden van kinderen in Nederland. Die geen probleem heeft met het pedo-handboek. Die alles deed om een onderzoek over satanisch ritueel misbruik van kinderen te voorkomen. Burgerverrader.